Dames en heren, Koos heeft een van de meest bewogen weken van zijn leven meegemaakt. Ik ben blij dat hij hier staat. Vorige week zaterdag gestart hier met de Clarks en PPM Bands. Vonden we zelf een hele gezellige avond. En aansluitend zondags even lekker uitwaaien, klootschieten. Iets minder mensen die meededen als we eigenlijk hadden gehoopt. Het weer was goed, maar ik denk dat het de avond daarvoor iets te zwaar is geweest. Al met al was Bartweg van Sloot wel goed aan het gooien. Die hadden de volle punten. Ik loop gewoon even vrij vlot door de week heen. En ik noem alleen even de winnaars. We gingen maandag zou de fietstocht plaatsvinden, maar RTV Noord gaf ons code oranje. De radars en de alle weerstations die zeiden van niet gaan fietsen, dus we hebben hem gewoon voor safe gekozen en we zijn niet gestart. Achteraf was het maar goed, we hadden ook een route door het veld heen. Ongeveer als u daar had gereden, dan was u denk ik tot op de botel echt nat geweest. Dus ik denk dat we toch een redelijk goede beslissing hebben genomen niet te gaan fietsen. Dinsdag stratenloop. Nou, ik geloof dat ze 1 of 2 medailles hadden overgehouden van de 125 stuks die ze hadden besteld. Full fit. Dat was een heel leuk succes. Uiteindelijk was Nieuwbouw 2 de winnaar. Dan hadden we klaverjassen, sjoelen en datum. Heel leuk, gezellige avond. Het was laat. Bart die had het datum goed in de macht. Maar om 12 uur was de finale. Dus dat was eigenlijk laat. Ik heb begrepen, enkele ouders kwamen nog weer deze kant op om hun zoons op te halen. Maar goed, als je goed kunt daten, dan is het kroegleven en dat is altijd laat. Klaverjassen gewonnen. En Klaverjassen werd georganiseerd door de werkgroep voetbalvereniging Meeden. Onder andere Bert Pater. Klaverjassen was voor Wijk Oost. Dan hadden we een ex-equo Sjoelen. Bartweg van Sloot Vijverlaan. En datum, dat was ook geen verrassing. Die hadden 3 man bij de eerste 4. Dat was Nieuwbouw 2. Tot nu toe was de strijd heel leuk, want we zaten allemaal binnen 25 punten van elkaar. Alleen Meden Wesley was versterkt gaan, dus die heeft geregeld eens een keer 0 punten gescoord. Dus eigenlijk was die na de 3 activiteiten al compleet uit beeld. Het vissen was een prooi voor Harry Bakker. De orka die erin zou zitten, die heeft er niet uitgehaald. Maar Harry die had genoeg lengte om 45 puntjes binnen te halen voor Bartweg van Sloot. Dammen was voor Nieuwbouw 2. Tafeltennis was voor Nieuwbouw 2. Dan gisteravond in de grote zaal de BP-quiz. Wat gewoon een schot in de roos was. Bert is nog niet gearriveerd, maar is vandaag ook nog even kampioen tennis geworden met zijn team. Dus die komt straks nog ergens binnenvallen. Die zitten nog ergens in Stadskanaal te feestvieren. Maar die komen nog langs. Ondertussen staat het Nederlands elftal stond ook al met 1-0 voor. Die moest ook nog voetballen. Dus we verwachten tegen 10:30 nog iets meer mensen deze kant op. Tafeltennis was Nieuwbouw 2. BP-quiz was Nieuwbouw 3. En het volleybal van vanmiddag was Wijk Oost. Hebben we nog 1 activiteit over. Een activiteit was de versiering. Ja, daar werd eigenlijk minimaal aan meegedaan. Daar heeft de jury unaniem gekozen voor. En ik noem ze even op volgorde van 1, 2 en 3. Want er waren maar 3 wijken versierd. Nieuwbouw 2, Vijverlaan, Bartweg van Sloot. Nu om het even redelijk spannend te houden. West was nummer 6 dit jaar met 127,5 punt. Op de 5e plaats. Roelie Arends en Kira Meijer van Wijk Oost met 327,5 punt. Dan gaan we naar plaats 4.
Edwin Hokkeman met Nieuwbouw 3 met 350 punten. Dan wordt het al spannender, want dan hebben we nog, even kijken, Nieuwbouw 2, Vijverlaan en Badweg over. Dat zijn ook Badweg Veensloot, heeft de laatste 2 jaar gewonnen. Vijverlaan heeft nog wel eens een keer gewonnen. Op de 3e plaats met 365 punten. Het team van Germa Mulder en Geert Schreuder. Met 365 punten. Dan hebben we op 5 puntjes verschil. Dus dat was heel, heel minimaal. Als ik de 2e plaats noem, weten jullie de 1e plaats. Ik noem gewoon de 1e plaats met 392,5 punt. De wijk van Egbert Mulder en Sjoerd. Badweg Veensloot had 387,5 punt. Er zitten maar 5 puntjes tussen. Dat is dus een zet bezig geweest, maar het is al eindig geluk. Gefeliciteerd. Oh ja. Echt wat van meer of wat dan? Nee, dat is het.